Goeienaand en baie welkom by Gekskiedenis. Vanaand in die ateljee het ons twee baie interessante gaste. Jan van Riebeek en Maria Della Quellerie. Goedenavond. Hoi. Hallo. Nou vertel ons, hoe het julle twee ontmoet? O, sal ek vertel of jy? Doe jy maar. Nou, ik was in de Amsterdamsburg bezig om aardappelen te bakken. En toen kwam ik zo in de keuken. Maar hier staat een kleine meisje. Ze zegt, je aardappelen is te zout. Nee, schat. He? Ik zei, wil je mij scheurbuik geven met de zoute aardappelen? Oh, ja, scheurbuik. We moeten even onze sinaasappelsap drinken voor de scheurbuik. Dank je wel. Scheur alles, hè. Heel leuk. Heerlijk. Toen ik hem zag, zijn gezichtje en een leuke pruikje en de snorretje, toen dacht ik, met hem zou ik graag op een bootje varen. Oh, wat lief, Maria, schat. Jij hebt aanvankelijk medisch studeren, het jij niet, Jan? Dokter, ja, ik was een dokter, maar ik was niet een goede dokter. Ik heb ledematen afgehakt, waar ik niet zo... Waardeloos. Hij was veel erger als een Cuban dokter. Was jullie blij toen Jan Kaap te verplaatsen is om daar handelspost te openen? Ja. Ja. Heerlijk. Heel leuk. Mooi. Nee. Nee. Ik was heel erg boos. Nou, hoe kom? Nou, wie had our eyes set on bigger things? India. Ja, Majorca. Las Vegas. Nou, in die Kaap aangekomen. Hoe was dingen voor jullie daar? Kijk, die tocht op de boot. Dat was erg. Het was erg. Heel naar. De hele tijd met de golven. Met je grond was. Ja. En die Maria, die kolt ze, hoor. Ik zeg, waar is Maria? Nou, ze is aan het kotsen. Aan het kotsen. Helemaal. Maar toen, helemaal bleek geworden, ja. Was helemaal bleek. Bleekscheet was ze. Maar toen we aankwam, toen was het een beetje primitief en benauwd, hoor. Overal bosjes, mannetjes. Met gekke lapjes over hun piemels. Ja, dat was niet mooi. Geen warme water. Geen satellite dish? Niets, mam. Maar die berg. Dat berg was heel mooi. Jeetje, Mina, wat een mooie berg. Zo'n platte berg. En dat was een zo'n mooi uitzicht, hè? Jan en ik heeft de berg opgelopen. En dat was 3 dagen. En je preek heeft zo in de wind gewapperen. Mijn bollet heeft afgewapperen. Ik heb het gezien. Ik zeg nog maar, ja, wat waai daar? Mijn poes, schreeuwt ze. Poes heeft het afgewapperen. Ja, het is een kleine katje. Maar ik heb ook, toen we zo lang oplopen die berg, toen waren we honger geworden. Ik heb 3 dasjes opgevreten. En jij 2. Ja, jij omgedraaide nek, omgebroken de nek. Ja. Dat was echt survivor. Dat was een survivor era. Nou Jan, wat denk jullie van mensen wat jaren later sê dat jij op vliegende mannetje was, wat die plaatselijke bevolking belieg en bedrieg het? Dat is infame, vieze leugens. Dit is helemaal niet waar, hoor. Nee. Oh goed, ja, we hadden slaven in die tijd. Er waren slaven. So what? Zo was het in de tijd. Zo was het, maar dat ik op vliegend was, dat is toch absoluut onzin? Denk aan je ulcer. En Jan, dat je wel een racist was. Nou word je mooi met je beschuldigings. Dat is helemaal niet waar. Ik was het niet. We hadden die man gehad. Hoe heet hij weer, Maria? Harry, de strandloper. Toen we aankwam, toen staat hij te zwaaien. Hallo. En wij hebben hem in ons huis laten vreten aan onze eettafel. Dat is geen racist. En hij heeft nog persoonlijk een heel dure eetservies van mij gestolen. Ja, zo dat. Nou, op een lichte noot. Hoe lijkt die moderne Kaap voor jullie? Heel mooi, gigantisch groot. De waterfront is zo mooi en zo groot. Ja, en alleen te veel Duitsers. Ja. Overal heb je die Duitsers. Oh, wat schön, dat is schön. Heil Hitler, ja. Jan, jij hebt later weer getrouwd, hè? Wat? Kaarsje, lieverd. Wat? Ben je getrouwd? Nee, dank je. Ben je getrouwd? Jij was dood, Maria. Ik was alleen. Hè? Ja. Ik ging dood, barend aan een van onze kinderen. Thank you very much. Jij hop weer rustig in een huwelijk met een andere slet. Ach, Maria, wees toch niet zo kinderachtig. Goed. Als jullie weer kon kiezen, zou jullie alles niet zo oer doen? Ja. Ja. Ja, hè? Nee. Hier is een verrassing voor jullie. Hij heeft de koffie naar jou vernoemd, Jan. Wat? Wat leuk! Een koffie, van Ribé Koffie. Nou, dat is toch leuk. En ik? Excuse? Niets naar mij vernoemd. De Quellerie thee,
Maria Biscuits? Wel, daar is een Marie Biscuitje, Maria, maar dit was een ander Marie, jammer. En hij was ook op een banknoot. Ah, op de geld. Ja? Oh, wat leuk. Maar jij is onlangs afgehaald en jij is vervangen met de schaapkop, Jan. Wat denk je daarvan? Ik denk het is wel justice dat je nu een schaapkop in jouw plek staat. Maria, alsjeblieft, hou op met die chagrijnige gevecht. Eén nou, Janneman. Daar is wel een standbeeld van jou in Kaapstad, Maria. Oh, wat lief. Oh, I feel flattered. Wel, baie dankie dat jullie gekomen het en baie sterkte met jullie verleden, hoor. Bedankt en heel veel succes met jullie toekomst. Hartelijk bedankt. Gaat je wel, hoor. Dag. Doei. Hou jij op om die dingen te zeggen, Tim. Wat de dingen? Jij bent schilderd. Wat is de naam van de meisje met wie je getrouwd bent? Mevrouw Bols. Oh, Bols van de chutney. Ja. Ja, dat heeft ik gedaan. Ik wil niet aan verder met jouw chutney.